Welkom, we zijn vandaag bij het eenjarig bestaan van Kans en Kunst. Wij zijn een uniek kunstconcept in Delfzijl-Noord. En wij organiseren gratis laagdrempelige creatieve activiteit voor jong en oud. Ik zat er vroeger eigenlijk al. Ja, Kim is al heel erg creatief geweest. Dat heb jij gemaakt? Ja, met nog Evie en nog iemand anders, maar die is er niet. We hebben een tafel met diverse kleine hapjes. We hebben koekjes en bonbons en uiteraard... Bubbles. Natuurlijk ben ik vreselijk trots op mijn dochter wat ze hierin gezet heeft. Ja. Het is nooit hem niks. Hè? Ja, knap. Vooral ontdekken, nieuwe dingen proberen en nou ja, zo kijk ik me een beetje terug, ja. Ze is er zeker wel een jaar voordat hij het opzet is er al mee bezig gewoon. Dus het is nooit hem zo in me. Oh, dat wil ik dan met kloor eerst. Nee, er is er wel heel veel werk onder. We zijn nu een jaar verder en hier staat gewoon een heel groot atelier eigenlijk. En ja, ik ben niet alleen trots op Kim, maar ook op haar team. He, want ze doen het met elkaar. En ik was gewoon gezellig met Joost en met al die anderen. Dus ik dacht gewoon, ach, ik ben ook gewoon vrijwilligster. Dan ben ik gewoon gebleven en ja, en voor de veiligheid een beetje. Ik ben heel apen trots op haar. Ja, dat ze daar toch eventjes weer... Klaar krijgt. Ik heb nog veel meer. Ik heb zelfs, ik weet niet of jullie de luizenmoeder kennen. Ja. Ja. Nou, waar begon juf Ank mee? Hallo allemaal. Ja, die ken ik. Wat fijn dat je er bent. We zitten hier sowieso op deze locatie nog een jaar, is ons gisteren verteld. Ja, we gaan uiteraard voor groei en om groter te worden, bekender te worden. Dat is echt ons doel.